Hallo jongens en meisjes, de Tros is er nu voor jullie. Vanaf 4 uur wordt er gebluft. Om 4:15 de Tros popformule. Maar nu eerst Roscoe. Hoor kinderen, hoor, kom er maar bij. Roscoe leest voor aan jou en mij. Kijk maar goed, luister allemaal. Het wordt een spannend en fijn verhaal. Volk, ik breng weer feestelijke post. Een zak met briefkaarten en brieven waar je niet wil van wordt. Wat kennen die koters mooi tekenen anders? Hallo, waar is die technische haas? Of die blafferde hond? Roscoe, ik heb een pakje voor dat beest. Ja, hier staat het. Voor dat aardige, lieve hondje van de televisie. Poeh, hondje, zeg maar grote lobbers. Nou, komt er nog iemand? Wat zou er in dat pakje zitten? Oh, dag postbode. U moet Roscoe zeker hebben voor de verjaardagspost. Maar ik moet beginnen hoor. Ik heb weinig tijd. Doet u voor mij niks extra's alstublieft. Ik heb een pakket voor dat witte hondenbeest. En er moet getekend worden. Hier heb ik de pakbon. Straks postbode. Het programma gaat voor. Waar is dat kleuterkonijn toch? Nou, ik start maar vast de video. Met Remco. Ondertussen kan ik die kleuterdame gaan zoeken. Ik heb het er maar druk mee. Het ziet er prachtig uit. Echt kabouterbos. Het lijkt ons bos wel, Roscoe. Lijkt ons bos wel. Ja. Maar wat kleiner, hè?